Je, Ruben? Okay. Yeah. Het verhaal van Pieter Konijn. Er waren eens vier kleine konijntjes. Ze heten Flopsie, Mopsie, Wipstaart en Pieter. Ze woonden met hun moeder in een diep hol onder de wortels van een grote dikke derreboom. Kinderen, zei moeder Konijn op een ochtend, jullie mogen buiten spelen. Maar denk er wel aan dat je niet in de moestuin van meneer Verhoef komt, want daar is jullie vader iets vreselijks overkomen. Mevrouw Verhoef heeft namelijk een pastij van hem gemaakt. Ga nu maar hou en gaal geen kwad kattenkwaad uit. Ik ga even boodschappen doen. Daarop nam moeder konijn haar boodschappenmand en haar paraplu. Ze liep door het bos naar de bakker. Ze kochten bruin brood en vijf krentenbollen. Floppy, Mopsy en Wippestaart waren gehoorzame konijnenkinderen en gingen bosbessen plukken. Er, die een echte kwaa was, golde meteen naar de tuin van meneer Vroef en ik roop onder het hekje door. Eerst had hij wat sla, toen had hij wat snijboontjes en daarna begon hij aan de radijzen. Totdat hij opeens misselijk werd. Misselijk, oh! En gauw op zoek ging naar wat petersel. Maar o wee, wie zag hij daar om de hoek van de broeikas? Meneer Verhoef. Meneer Verroef was op zijn knieën bezig jonge kolen te planten. Maar hij sprong overeind en hij holde Pieter achterna. Houd de dief, riep hij, zwaaiend met een hark. Pieter was vreselijk geschrokken. Hij rende de hele tuin door, want hij wist niet meer waar het hekje was. Hij verloor zijn ene schoen tussen de spruiten en zijn andere schoen tussen de aardappelen. Nu hij zijn schoenen toch kwijt was, rende hij verder op alle vier zijn pootjes. Dat ging veel vlugger en hij had vast en zeker kunnen ontsnappen, als hij niet de pech had gehad om tegen een net aan te lopen dat over de bessenstruiken hing. Hij raakte het verwaard met de knopen van zijn jasje. Het was een blauw jasje met koperen knopen, pas nieuw. Oh, Pieter dacht dat het met hem gedaan was, en hij huilde bittere tranen. Maar een paar mussen, die hem hoorden snikken, vlogen luid chilpen naar hem toe. Chip, chip, geef het niet op, riepen ze. Je moet proberen los te komen, Pieter. Daar kwam meneer Verhoef ook al aangelopen. Hij had een grote zeef waaronder hij Pieter wilde vangen. Maar Pieter vrimmelde zich op het laatste nippertje los en hij sprong weg zonder jasje. Hij vloog de schuur binnen en hij sprong in de gieter. Dat was een pracht van een schuilplaats geweest, als er in de gieter niet zoveel water had gezeten. Meneer Verhoef was er zeker van. Dat Pieter ergens in de schuur zat. Misschien wel onder een bloempot. Hij begon ze één voor één op te tillen en eronder te kijken. Toen ineens moest Pieter niezen. Absciaci! Meneer Verhoef zat meteen weer achter hem aan en hij probeerde zijn voet op Pieter te zetten. Maar Pieter sprong het raam uit, dwars door de planten op de vensterbank. Het raam was te klein voor meneer Verhoef en hij kreeg er genoeg van. Om steeds achter die Pieter aan te jagen. Dus ging hij maar weer aan het werk.